Ook van mij een hele, hele goede middag allemaal. Heb je het een beetje naar je zin? Ja. All right. Ik ben ook, echt voor mij is het de eerste keer dat ik mag meedoen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag zijn. Maar ik ga u eerlijk iets toegeven, dames en heren, dat heeft niet alleen met jullie te maken. Ja, het is zo. Normaal ga ik in deze periode van het jaar altijd op reis met mijn vrouw. Pas op, ik ga graag met mijn vrouw op reis, maar... Maar het is zo, mijn vrouw die wil altijd met het vliegtuig. En dames en heren, ik heb echt ontzettende vliegangst. Echt waar. Ik scheid in mijn broek. Ken dit? Hè? Ja, maar nee, serieus. Ik heb daar zelfs van die pilletjes voor genomen een keer om te kalmeren. Maar bij mij, dat werkt niet. Ken je dat? Dus daarom ben ik zo blij dat Jacques mij gevraagd heeft om... Wacht. Weet je wat ik ga doen? Ik haal er Jacques even bij. Ik ga ze bedanken als jullie erbij zijn. Is goed? Seconde, hè. Jacques, kom weer even. Jackie? Ah. Ja, oei. Oei, ja, maar ik was me aan het klaarmaken voor het volgende. Maar Frank, ging ik deze toch alleen doen? Ja, zo. Heb ik dan niks anders? Nee, maar kom. Het is niet erg. Nee, kom een beetje naar hier, want meneer zit er al te kijken. Ik heb het gezien, hè. Nee, Jackie, ik wil u gewoon even in aanwezigheid van het publiek hartelijk bedanken dat je mij gevraagd hebt, zodat ik dit jaar een keer niet met mijn vrouw van de grond moet. Hè? Weet wel? Wat zeg jij nu, Frank? Ja, maar nee, ik doe dat niet graag. Nee, maar alleen, dat meen jij toch niet? Dat is toch het plezantste wat er is? Oh nee, van de grond gaan. Nee, echt waar. Nee, ik vind dat vreselijk. Ik vind het vreselijk. Wacht, jij zegt er juist, één keer per jaar doe jij dat maar. Eén keer per jaar? Maar, tuurlijk, Jackie. Meerdere keren per jaar. Allee, mijn vrouw zou dat heel graag willen, maar dat doe ik niet. Daar begin ik niet aan, zeg. Maar alleen... Ja? Doe jij dat meerdere keren per jaar misschien? Pas op, nou is dat heel lang geleden, maar vroeger... Maar vroeger denk ik dat deal geven, Frank. Hoe meer, hoe liever. Amai, dat mag niet zin. Kom aan, Jacques. Denk jij nu echt nooit een keer aan uw ecologische voetafdruk? Wat zeg je? Met een wat? Ah, wel, aan een ecologische voetafdruk. Hey, als je van de grond gaat, daar komt vuiligheid uit, hè. Hey? Ja, wow. Maar dat is juist, hè. Wow. Ik was die wel alle dagen met Mr. Proper, hè. Ja, het zou wel zijn, en dan spuiten ik er wat Febreze over. Maar allez, Jacques. Kijk, bij mij zou dat totaal niet gaan. He, meerdere keren per jaar, ik begin er niet aan. Weet wat dat ook is, hè? Ken je dat eens dat je daarin zit? Je grokt er niet meer uit, hè? Ja, maar ja. Dat is waar, hè? Amai. Ja, jongen. Weet je wat? Ik vind dat plezant. Ja? Allee, dat kan toch deugden, zo'n beetje op en neer gaan? Jawel. Nee, als dat begint, dat op en neer gaan, echt waar, dan ben ik zo content dat ik een plastic zakje bij heb. Hè? Ja, meneer. Ja, maar ja. Heb jij een plastieke zak? Natuurlijk. Allee, voor als het eruit moet, hè, meneer. Voor als het eruit moet, hè, ja. Maar allee, Franske, er zijn toch pilletjes voor? Oh, maar ik neem dat, maar dat werkt bij mij niet. Ik heb het gezegd, hè. Ja, zo'n blauw? Nee, ik neem roze. Roze pilletjes heb ik. Maar roze toch niet, als voor Jeannetjes, hè. Maar nee. De apotheker zei tegen mij dat dat goeie waren. Hij zei trouwens tegen mij, Frank, je mocht er ook twee nemen, maar dan bestaat de kans dat je in slaap valt. Verstaat je? Maar Frank, dat is niet waar. Allee, de meeste mannen... Allee, als man heb je dat toch geen pilletje voor nodig. De meeste mannen die vallen daarna vanzelf in slaap. Ja, maar... Is niet waar, madame? Ja, maar... Zie ze knikken. Jackie. Nee, je verstaat niet. Het is niet daarna. Ik bedoel, daarna voel ik mij beter. Maar tijdens, bedoel, als ik erin zit, dan wil ik mijn oogjes dicht doen. Verstaat je? Amai, dan zal uw vrouw er ook heel veel aan hebben. Hè? Goh, met uw ogen dicht. En nu wel, hè? Dat is waar. Hè? Maar weet wat dat ook is? Als je daar dan in zit en je begint je dan zo slecht te voelen, dat er dan zoveel mensen naar u zitten te kijken. Hè? Ken je het? Wat zeg je? Zitten er andere mensen bij? Natuurlijk. Ah ja, Jackie. Ik heb een keer iemand gehad die wilde mij komen helpen. Maar ik zeg, nee meneer, laat maar. Het was een vent dan nog? Ja, maar dat hielp niet. Echt, bij mij hielp dat niet. Ja, ik weet het niet. Allee, dat verstaan ik nu niet. Hè. En wat zei uw vrouw daar dan van? Mijn vrouw? Ja. Die was al lang op haar iPad naar filmpjes aan het kijken. Hè? Maar ja. En dat zou ik nu ook doen, zeg. Ja? Ja, absoluut. Dat kan ik nu echt verstaan van. Ah, wel, Jackie, in ieder geval, ik wou u echt heel hard bedanken dat je mij gevraagd hebt dat wij dit hier nu kunnen doen. Versta je? Is het niet goed? Frank, luistert. Nu zit je echt aan het overdrijven, hè. Hoe dat? Allee, jongen, daar zit jij veel te jong voor. Te jong? Hallo, wel. Jackie heeft zelf gezegd tegen mij, Frank, met iemand jong is dat veel plezanter. Heb jij gezegd? Pardon? Jawel. Maar hoor, jawel. Jackie, je hebt mij zelfs gezegd
dat je daar een serieus bedrag voor over hebt per keer. Dat heeft Jackie tegen mij gezegd. Jawel. Dat is niet, maar Frank, allee, daar zou ik toch niet voor betalen. Allee, Jackie, ik ga dat hier wel niet gratis doen, hè. Wat blieft? Hey, weet je hoeveel moeite dat gekost heeft met die voorbereiding en mijn vrouw overtuigen? Dat was ook de moeite, hè. En uw vrouw weet er ook van? Ah ja, die komt kijken. Hè? Ja. Ja. Ik heb ze wel een vrijkaartje gegeven als dat oké is voor u, of niet? Nee, Frank, luister. Er is hier niks oké. Ik ga niks doen met u en ik ga je er zeker niet voor betalen. Ja, maar hey, zeg, dan ben ik weg. Hè. Ik doe dat je niet gratis, hè. Zeg, trekt uw plan, hè, Jackie. Echt, hè. Voilà, zeg. Dat zijn venten, hè. Als je niet wilt, zijn ze weg. Maar wacht. Onder ons. Kun je zwijgen? Kun je het tegen niemand zeggen? Jij wel? Pas op, hè. Want dat is ook uw echte vrouw niet, hè? Hé. Hey. Hé, hey, wow. Lieve mensen, kunnen zwijgen? Pas op, we zijn in de zomer. Zijn vrouw is er niet bij. Het is zo'n jonge, schone, lieve, ferme vent. Weet wat ik kon doen? Ik kon het toch doen. Ik kon zeggen, Frank, ik voel het nu al opkomen, zeg. Ik kon er nog mee poppen. Frank, ik kan het doen.